Wonderful. Amen. Hallelujah. Prachtig. Isn't Jesus wonderful? Is Jesus niet prachtig? Yes, isn't Jesus wonderful? Is Jesus niet prachtig? Jesus is wonderful. You know, the Bible calls Jesus this. De Bijbel noemt Jezus dit. It says Jesus is the Savior of the world. Jezus is de redder van de wereld. If you ever wondered why we get excited about Jesus, als je je afvraagt waarom we blij mogen zijn met Jezus, it is because He is our Savior. Omdat Hij onze redder is. Jesus has done something that no one else could do. Jezus heeft iets gedaan wat niemand anders kan doen. He came down from heaven. Hij kwam uit de hemel. He gave up His glory. Hij gaf zijn heerlijkheid af. He gave up His position in heaven. Hij gaf zijn koninklijke positie in de hemel af. He gave it all up. Hij gaf het op, so that He could come and be the Savior of the world. Zodat Hij de redder van de wereld zou kunnen worden. So that He could save you. Zodat Hij u kon redden. And so that He could save me. Zodat Hij mij kon redden. Isn't that good news? Is dat goed nieuws? Jesus saves. Jezus redt. Jesus saves. Jezus redt. Hallelujah. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Now I like it. It sounds like the congregation is alive this evening. Het lijkt erop dat de gemeente levend is vanavond. That is wonderful for a Friday evening. God bless you. Dat is voor vrijdag wel heel wat. Amen. Now, let me just say, my name is David Harris. Laat me even mezelf voorstellen. Ik ben Richard Harris. I arrived from England this afternoon. Ik kwam van Engeland vanmiddag. And I must apologize. En ik moet mij verontschuldigen. Because it seems like I've brought the English weather with me. Want het lijkt erop alsof ik het Engelse weer heb meegenomen. I am sorry. Dat spijt me. I go back on Monday, maybe I will take it back with me. I don't know. Als ik maandag terug ga, neem ik het misschien weer mee terug. But you know, it's wonderful to be here again in Holland. Maar het is prachtig om vandaag weer in Nederland te zijn. God bless Holland. God zegen Nederland. God bless Holland. God zegen Nederland. It's wonderful to see some faces who I saw when I was here in November of last year. En ik zie weer wat bekende gezichten van november vorig jaar. It's good to greet your pastor and his wonderful wife again. God bless you. God bless you. Fijn om de voorganger en zijn vrouw weer te groeten. You know, it's an honor to come and meet people of God. En het is een eer om mensen van God te ontmoeten. People who are passionate for Jesus. Amen. Mensen die een hart hebben voor Jezus. And I believe it in your pastor and his wife. You have people who are passionate for Jesus. En ik geloof dat jullie voorganger en zijn vrouw echt gedreven zijn voor Jezus. So you are blessed. Dus je bent gezegend. Now before I go on, I just want to mention something about the next couple of days. En ik wil nog even iets vertellen over de komende paar dagen. Now tonight I have a word on my heart that I'm going to bring in a few moments. Ik heb vanavond een woord op mijn hart wat ik over een paar minuten ga delen. And I believe that God is going to touch some people here tonight. In Jesus' name. Een paar mensen gaan aanraken vanavond. Hallelujah. In de naam van Jezus. Amen. Now tomorrow I'm very excited about. Morgen ben ik ook heel opgewonden. Because I believe tomorrow afternoon we're going fishing. Is that right? Yes. Vanmiddag gaan we vissen. We have enough water around to go fishing. We hebben genoeg water om te gaan vissen. But I believe tomorrow we're going for fishing for souls. En morgen gaan we zielen vissen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, Jesus said this. Jezus zei dit. He said, "Follow me." Volg mij. And I will make you fishers of men. En ik zal u mensen vissers van mensen maken. When you follow Jesus, als je Jezus volgt, if you truly follow him, als je hem echt volgt, he automatically includes you in on his mission. En dan gaat hij je mee gebruiken in zijn opdracht. And you too become a fisher of men. En dan word je ook een visser van mensen. Hallelujah. Hallelujah. You know, if you ever want to know what God's agenda is, als je ooit wilt weten wat God's agenda is. I believe it's very simple. Het is eigenlijk heel erg simpel. The Bible says this about God's agenda. De Bijbel zegt dit over God's agenda, over God's plan. It says now is the day of salvation. Nu is de dag van redding. Now is the day of salvation. Nu is de dag van redding. So that means salvation is always on God's agenda. Redding is altijd op God's agenda. God is always interested in saving souls. Hij is altijd geïnteresseerd om mensen te redden. In saving cities. Om stenen te winnen. In saving nations. Landen in te nemen. Because now is the day of salvation. Nu de dag van redding is. Hallelujah. So tomorrow. Dus morgen, as we go out into the streets, als we in de straat gaan, with the gospel of Jesus Christ, met het goede nieuws van Jezus Christus, in the power of the Holy Spirit, in de kracht van de Heilige Geest, we know that God will be with us. Dat zal God met ons zijn. And God will back us. En Hij zal achter ons zijn. As we reach out for souls in Jesus' name. Als we uitstappen voor zielen. Hallelujah. Hallelujah. Can you say amen?
Amen. 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 And then tomorrow night, I believe we have another meeting here. Is that correct? En morgenavond hebben we hier weer een dienst. Is it 7:30? Om half acht. 7:30 again tomorrow night. Morgen half acht. And you know, I have an evangelistic word on my heart for tomorrow night. En ik heb ook een heel interessant woord voor morgenavond op mijn hart. You know, that's really where my heart is, to preach the gospel, the simple gospel. En dit is waar mijn hart is, om het simpele evangelie te prediken. You know, I believe when we bring out the gospel of Jesus Christ. That's when the Holy Spirit rolls up its sleeves. Dan gaat de Heilige Geest zijn mouwen opstropen. That's when the Holy Spirit really gets to work. Dan gaat de Heilige Geest aan het werk. On people's souls and people's hearts. Om achter zielen aan te gaan en harten van mensen. So friends, I want to say to you tomorrow night. En dit wil ik u zeggen voor morgenavond. Please bring people here. Breng mensen mee. As many as you can. Zoveel mogelijk als je kan. Precious souls who need the gospel. Kostbare zielen die het evangelie nodig hebben. Bring them tomorrow night. Breng ze morgenavond. And let's believe for souls to be saved in Jesus' name. En geloof voor zielen. Amen. 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 Hallelujah. Amen. I also have on my heart to pray for the sick tomorrow. En ik heb het ook op mijn hart om voor de zieken te bidden morgen. I'll tell you, the doctors may have given up on you. Misschien heeft de dokter het opgegeven met u. But what is impossible for man, maar wat onmogelijk is bij mensen, is possible for God. Is mogelijk bij God. Amen. In Jesus' name. Nothing is impossible for God. Niets is onmogelijk voor God. That includes the salvation for the vilest sinner. Dat is ook redding voor de grootste zondaar. But it also includes healing for the sickest person. Maar dat is ook genezing voor de meest zieke persoon. Nothing is impossible for God. Niets is onmogelijk. In Jesus' name. In Jesus. So tomorrow let us believe together for miracles. En geloof voor morgenavond voor wonderen. And for salvation. En voor redding. Can you say amen? Amen. Hallelujah. 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 Now I want to get on with the word for tonight. En ik wil even in het woord gaan vanavond. The pastor's wife said about me introducing myself. And voorgangersvrouw die zei om iets te vertellen over als introductie over mezelf. I'm not really too interested in talking about myself. If that's okay. En ik ben niet zo geïnteresseerd om het over mezelf te hebben. I much prefer to talk about Jesus. Ik hou liever ervan om over Jezus te praten. He's much more interesting than me. Hij is veel interessanter dan ik. But let me just say this. Maar laten we dit zeggen. You know, I had a wonderful experience back in 2004. Ik heb een hele mooie ervaring gehad in 2004. The Lord enabled me to go to the country of Nigeria. De Heer die stelde me in staat om naar Nigeria te gaan. For a Reinhard Bonnke crusade. Voor een Reinhard Bonnke crusade. And it was an awesome experience. Het was een waanzinnig ervaring. You know, in the final meeting that we had during that week. En in de volgende meeting die we die week hadden. We had over 700,000 people in one single meeting. Toen hadden we 700,000 mensen in één dienst. After the whole week of meetings. Na een hele week. They counted up the number of decision cards for Jesus. Hebben ze alle instemmingskaarten voor Jezus geteld. Do you want to know how many people got saved in one week? Wil je weten hoeveel mensen gered werden in één week? It was over 1.4 million. Het was meer dan 1,4 miljoen. Yes, hallelujah. Come on. Amen. Over 1.4 million souls in one week. 1,4 miljoen zielen in één week. Saved. Gered. And on their way to heaven. En op weg naar de hemel. Isn't that wonderful? Jesus saves. Jezus redt. And Jesus does it on mass as well. Hij deed het overal. We also saw some wonderful miracles. En we hebben prachtige wonderen gezien. There were lame people holding their crutches in the air because they didn't need them anymore. Er waren lammen die hun krukken in de lucht gooiden omdat ze ze niet meer nodig hadden. Wonderful, wonderful miracles. Prachtige wonderen. Even some testimonies of the dead being raised. En zelfs getuigenis over de doden die opstonden. I tell you, nothing is impossible for our God. Niets is onmogelijk voor onze God. Nothing is impossible for our God. Niets is onmogelijk voor ons God. Now, I want to mention that campaign for this reason. En ik wil deze campagne nog één keer noemen om een bepaalde reden. I've got some news for you. Do you want to hear it? Ik heb goed nieuws voor u. Wilt u het horen? Yes. The God of Nigeria. De God van Nigeria is also the God of Holland. Is ook de God van Nederland. Halleluja. Yes. Amen. Yes. So that means what God can do in Nigeria. Zo dat betekent wat God kan doen in Nigeria. He can do in Holland. Hij
And we can see our nations reached with the gospel. We zullen zien dat onze landen gewonnen worden voor het evangelie. In Jesus' name. In Jezus' naam. Hallelujah. Hallelujah. I pray that burns on your heart. En ik hoop dat die last op uw hart komt. The Holland will be reached with the gospel. Dat Nederland bereikt wordt met het evangelie. That Holland will be saved. Nederland gered wordt. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. 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 Are you encouraged by that? Ben je een beetje bemoedigd? Yes, hallelujah. Yeah. Wonderful. God bless you. Now, let me get on with the word for tonight. Laat me even gaan in het woord. Now, if you've got your Bibles, als jullie je Bijbel bij jullie hebben, let's turn to the book of Acts. Laten we gaan naar het boek Handelingen. The book of Acts. Het boek Handelingen. Isn't the translator doing well tonight? You've got to translate that now. God bless you. You know, I only really speak one language, and that's English. I speak only one taal, that is English. So for me, how people translate, I think is marvelous. I think they do wonderfully. So God bless you. God bless you. Amen. Wonderful. Acts chapter 1. Now I'm going to start reading at verse 4. En ik lees vanaf vers 4. And this is what it says. En dit is wat het zegt. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die, zeide hij, van mij gehoord hebt. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. Hij zeide tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. And here we come to an exciting verse, verse 8. Maar hier komen we bij een prachtig vers, vers 8. Jesus said, Jezus zei, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Hallelujah. Hallelujah. Isn't that a wonderful verse? Is dat een prachtig vers? You know, I believe this is an important verse, and I'll tell you why. En ik geloof dat dit een heel belangrijk vers is, en ik zal u vertellen waarom. You see, Jesus had died on the cross. Jezus is gestorven aan het kruis. He had risen from the dead. Hij is opgestaan uit de dood. And he had appeared to his disciples. En hij verscheen aan zijn discipelen. To show them that he was alive. Om hen te laten zien dat hij nog leefde. And at this point, Jesus is about to ascend into heaven. En op dit moment is Jezus bezig op te stijgen naar de hemel. And these words that we read here in Acts chapter 1. En deze woorden die je leest in Handelingen 1. Are amongst Jesus' last words to his church. Zijn een van de laatste woorden die Jezus gesproken heeft tegen de kerk. So they're very important. Ze zijn erg belangrijk. And Jesus gives a wonderful promise. En Jezus geeft een fantastische belofte. He said, for John truly baptized with water. Want Johannes de Doper doopte met water. But you, not many days from now, will receive, will be baptized in the Holy Spirit. Maar niet vele dagen na deze zullen jullie gedoopt worden door de Heilige Geest. You know, I find the disciples' response very interesting. En de discipelen die reageerden eigenlijk best typisch. Think about it for a moment. Denk er eens over na. They just received a wonderful promise. Ze krijgen net een prachtige belofte. Jesus had said to them that you are going to be baptized in the Holy Spirit. Je zult gedoopt worden met de Heilige Geest. What the disciples do? En wat deden de discipelen? They come out with small thinking. Ze hadden een beetje kleine gedachten. They say, oh, but Jesus. Maar Jezus. Are you at this time going to restore the kingdom to Israel? Gaat u nu eindelijk het koninkrijk voor Israël herstellen? That's where their thinking was. Ze dachten alleen maar aan het koninkrijk. Israel, Israel, Israel. Israel, Israel, Israel. But Jesus had bigger ideas. Maar Jezus heeft grotere ideeën. I don't believe in Acts chapter 1, Jesus takes the focus of the disciples. En hij neemt de aandacht van de discipelen weg. And he takes it away from
small thinking. Hij brengt ze weg van kleine gedachten. And he explodes their thinking. En hij blaast hun gedachten als het ware op. And he says, it's not for you to know these things. En gaat je helemaal niets aan of je dat nu weet. But you shall receive power. Maar je zult kracht ontvangen. This is where Jesus wanted their focus to be. Dit is waar Jezus de focus op legt. He said that you shall receive power. Je zult kracht ontvangen. When the Holy Spirit has come upon you. Als de Heilige Geest over je komt. And you shall be witnesses to me. En je zult getuigen zijn. In Jerusalem. In Jerusalem. In Judea. In Judea. In Samaria. In Samaria. And to the very ends of the world. En de uiterste der aarde. Shout hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Gloria. Amen. Amen. This is a wonderful promise. Dit is een fantastische belofte. You know, it's so exciting because the Old Testament prophets, they foresaw this day. They saw this day coming. De Oude Testamentische profeten zagen deze dagen komen. Some of the prophets prophesied about the day when God would pour out His Spirit on all flesh. De profeten die spraken over het feit dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. And here is Jesus saying, the time is now. En Jezus zegt, nu is de tijd. The time is now. Nu is de tijd. The time is now. De tijd is nu. You shall receive power. Je zult kracht ontvangen. When the Holy Spirit has come upon you. Als de Heilige Geest over je komt. And you shall be my witnesses. En je zult mijn getuigen zijn. It's an amazing promise. Het is een waanzinnige belofte. Of course, we refer to it today as the baptism into the Holy Spirit. En we refereren daar nu naar als de doop in de Heilige Geest. And I want to preach just for a few moments on the baptism of the Holy Spirit. En ik wil iets spreken over de gedoopt zijn in de Heilige Geest. Is that okay with everybody? Is dat oké okay met u? Wonderful. Everybody's still awake? Is iedereen nog wakker? Amen. Amen. Now, before we go any further, I want to do this. En voor we verder gaan wil ik één ding doen. I want to just lay three important foundations. Ik wil hier drie belangrijke fundamenten leggen. On the Holy Spirit. Over de Heilige Geest. Now, the first one is found in Acts chapter 2, verse 39. De eerste is gegeven in Handelingen 2, vers 39. And Peter's speaking, and he's speaking about this promise. En Petrus spreekt hier over de belofte. And he says, for the promise is to you and to your children. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen. And to all who are afar off. En voor allen die verre zijn. As many as the Lord our God will call. Zo velen als de Heer onze God ertoe roepen zal. Peter says that this promise. En deze belofte. It is for you and your children. Het is voor jou en voor je kinderen. And to all who are afar off. En voor iedereen die ver weg is. Foundation number one is this. De eerste fundament is. The baptism of the Holy Spirit. De doop in de Heilige Geest. Is not reserved for an elite few. Is niet voor een paar speciale mensen. It's not reserved for the pastors or the evangelists or the prophets. Het is niet alleen voor de voorgangers, de profeten en de evangelisten. No, no, no. The Bible says something very different. De Bijbel zegt heel iets anders. It says the promise of the Holy Spirit. De belofte van de Heilige Geest. Is for all. Is voor een ieder. It's for all. Het is voor een ieder. Isn't that wonderful news? Because if the Holy Spirit is for all, want als de Heilige Geest voor iedereen is, that means the Holy Spirit is for you. Is het ook voor jou? And it's for me. En het is voor mij. No one is excluded. Niemand is uitgesloten. It is for all of us. Iedereen. The promise is for all of us. Het is voor iedereen. Shout hallelujah. 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 Glory to God. You see in the Old Testament. Je ziet het in het Oude Testament. We get the picture that the Holy Spirit was just for a few people. Je zag dat de Heilige Geest eigenlijk maar bij een paar mensen was. For a few special tasks. Voor een paar speciale opdrachten. We think of people like David and Gideon. Denk aan mensen zoals David en Gideon. Even Saul. En Saul. They were anointed for a special task. Ze werden gezalfd voor een speciale taak. In the Old Testament, the Holy Spirit wasn't for all. In het Oude Testament was de Heilige Geest niet voor een ieder. But you know, here in Acts chapter 1 verse 8. Maar hier in Handelingen 1 vers 8. Jesus is ushering in a new era. Gaat Jezus een nieuw tijdperk in. A new era. Een nieuw tijdperk. A new era. Een nieuw tijdperk. And the new era is this. En het nieuwe tijdperk is dit. That the promise of the Holy Spirit. Dat de belofte van de Heilige Geest. Is for every one of us. Is voor een ieder van ons. Hallelujah. Amen. Aren't you pleased the Holy Spirit is for every one of us? Ben je daar niet ontzettend blij mee? You know, when we read of the day of Pentecost. Als we kijken naar de dag van Pinksteren. We read that there were 120 in the upper room, is that correct? Dan lezen we dat er 120 mensen waren in de bovenkamer. Can you tell me how many flames fell in the upper room? Kunnen jullie vertellen hoeveel vlammen er vielen in de bovenkamer? Was it 100? Waren het er 100? Was it 120?
15? Was het 115? It was 120. Het waren 120 vlammen. Because there were 120 people. Omdat er 120 mensen waren. And everyone was filled. En iedereen werd vervuld. Everyone was filled. En iedereen werd vervuld. Because the Holy Spirit is for all in Jesus' name. Omdat de Heilige Geest voor in iedereen is in Jezus' naam. Hallelujah. I tell you why the Holy Spirit is for all of us. En ik zal je vertellen waarom de Heilige Geest voor ieder is. Because we all desperately need the Holy Spirit. Omdat wij hem ontzettend nodig hebben. God never designed the Christian life to live without the Holy Spirit. God heeft het niet bedacht dat het christenleven geleefd kan worden zonder de Heilige Geest. Even in the Garden of Eden, we read of Adam. Zelfs in de tuinen van Eden. Receiving the breath of life. Dat Adam de adem van leven ontving. The Holy Spirit is for all. De Heilige Geest voor ieder. Because we all need the Holy Spirit. We desperately need the Holy Spirit. Dat we zo hard nodig hebben. Can you say amen? Amen. Zeggen. Now that's foundation number one. Dat was fundering nummer 1. Foundation number 2 is this. En de tweede is Acts chapter 2 verse 17. Handelingen hoofdstuk 2 vers 17. Again, this is Peter is quoting from the Old Testament. En ook hier is Petrus aan het citeren uit het Oude Testament. Hallelujah. And he says, and it shall come to pass in the last days, says God. En het zal zijn in de laatste der dagen, zegt God. That I will pour out my spirit on all flesh. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Now let's stop there a minute because I find that interesting. Zullen we daar even stoppen, want dat is erg interessant. The Bible doesn't say this. De Bijbel zegt niet that God will pour out His spirit on our spirit. Dat God zijn geest zal uitstorten op ons. You see, I can understand that if that's what God said. Ik kan het begrijpen als God dat zou zeggen. Because our spirit has been born again. Omdat onze geest wederom geboren is. Our spirit is holy and acceptable to God. Onze geest is heilig en geaccepteerd door God. So we can understand how we can receive the Holy Spirit on our spirit. Dus wij kunnen wel geloven dat de Heilige Geest voor ons is. But the Bible doesn't say that. Maar de Bijbel zegt het niet. The Bible says that God will pour out His spirit on all flesh. Hij zal zijn geest uitstorten op alle vlees. On all flesh. Op alle vlees. Do you know what the flesh is? Weet je wat het vlees is? It's the weak part of us. Het is het zwakke deel van ons. It's the part that sometimes fails God. Het is het deel wat God soms in de steek laat. It's the part that sometimes sins. Het is het deel wat soms zondigt. But the Bible says that it is upon our flesh. Maar de Bijbel zegt het is op ons vlees. That God will pour out His spirit. Dat Hij zijn geest zal uitstorten. Because our flesh needs the spirit. Omdat ons vlees de geest ook nodig heeft. It's our weaknesses that need the Holy Spirit. Ook onze zwakte heeft de Heilige Geest nodig. Our flesh needs the Holy Spirit of God. Ons vlees heeft de Heilige Geest nodig. But I want to tell you something else. En ik zal je nog iets anders vertellen. The Holy Spirit is poured out on all flesh. De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. You see, some of you may have disqualified yourself. Misschien denkt u dat u daar niet goed genoeg voor bent. For receiving the Holy Spirit. Om de Heilige Geest te ontvangen. Because you don't think you're good enough. Omdat je denkt dat je niet goed genoeg bent. Or you think you've failed God too often in your life. Of omdat je zo vaak gefaald hebt bij God in je leven. You may have disqualified yourself from receiving the Holy Spirit because you feel weak. Je denkt, insignificant. Ik ben onbelangrijk, ik ben zwak en ik heb eigenlijk helemaal geen recht om de Heilige Geest te ontvangen. But church, let me tell you tonight. Maar kerk, laat me dit vertellen. It is upon your flesh. Het is op je vlees. That weak part. Dat zwakke deel. That part that fails. Dat deel wat zondigt. That God will pour out His Spirit. Waar God toch zijn geest op uitstort. So that when you are weak. Zodat als je zwak bent. You can stand and say, I am strong. Dat je kunt zeggen, ik ben sterk. When you are poor. Als je kunt zeggen, ik ben arm. You can stand and say, I am rich. Kun je toch zeggen, ik ben rijk. Not because of how good you are. Niet omdat je zo goed bent. Not because of how good I am. Niet omdat je zo goed bent. But because God has poured out His Spirit. Maar omdat God zijn geest heeft uitgestort. He has given us the power. Hij heeft ons de kracht gegeven. And it's upon our flesh. En het is op ons vlees. In Jesus' name. In Jezus' naam. In Jesus' name. In Jezus' naam. Hallelujah. Hallelujah! I tell you, your weaknesses do not disqualify you from receiving the Holy Spirit. De zwakheden maken het niet dat je niet waard bent om de Heilige Geest te ontvangen. In fact, I would say your weaknesses is the thing that qualify you to receive the Holy Spirit. Het is eigenlijk juist de zwakheid die je kwalificeert om de Heilige Geest te ontvangen. Isn't that wonderful? Is fantastisch.
Hallelujah. Doesn't matter how weak I am. Het is niet maakt niet uit hoe zwak we zijn. Doesn't matter how weak we feel. Het maakt niet uit hoe zwak we voelen. God will pour out His Holy Spirit upon our flesh. Hij gaat Amen. Onze geest uitstorten op ons. And we will be strong in Jesus' name. We zullen sterk zijn in Jezus' naam. Hallelujah. Hallelujah. Now I just have one more foundation. En we hebben nog één fundament. And this is important as well. En dit is ook belangrijk. The Bible talks about the baptism of the Holy Spirit. De Bijbel spreekt over doop in de Heilige Geest. As a gift. Als een gave. As a gift. Als een gave. Now, let me just use this my friend here, Remy. Laat ik mijn vriend gebruiken. If I took my Bible. Als ik mijn Bijbel neem. And I gave it to Remy. Als ik het aan Remy geef. And I said, Remy, that will be 20 euros, please. Dan mag je nu 20 euro betalen, Remy. I'm not giving you my Bible, by the way. Don't get any ideas. If I gave you my Bible and said that's 25 euros for that Bible, als ik je mijn Bijbel geef en zeg dat is 25 euro. That Bible would not be a gift. Dan zou die Bijbel geen gave zijn. Because he has had to pay me for it. Want hij moet ervoor terugbetalen. It wouldn't be a gift. Dat zou geen gave zijn. But if I said, Remy, you can have my Bible. Je kunt, als ik zou zeggen, Remy, je mag mijn Bijbel hebben. No charge. En ik reken jou niks. You don't have to pay me for it. Je hoeft er niet voor te betalen. You don't have to take me out to dinner for it. Je hoeft me niet uit eten te nemen. You don't have to give me a lift anywhere for it. Je hoeft me nergens naartoe te brengen. Only a lift back to the airport on Monday would be good. Ja, maar een terugbrengen naar het vliegveld zou wel fijn zijn. But for that Bible, you owe me nothing. Maar voor die Bijbel hoef je het niet te doen. Suddenly that Bible becomes a gift. Nou, plotseling wordt die Bijbel een gave. Let me tell you something. The Bible talks about the Holy Spirit as a gift. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest een gave is. Amen. That means you cannot earn the Holy Spirit. Je kunt hem dus niet verdienen. You do not earn the Holy Spirit by being holy enough. Je kunt de Heilige Geest niet verdienen door heel heilig te zijn. You do not earn the Holy Spirit by good works. Je kunt de Heilige Geest niet verdienen door goede werken. You don't earn the Holy Spirit by how much money you put in the offering plate. Je kunt de Heilige Geest niet verkrijgen door hoeveel geld je in het offer doet. The Holy Spirit is a gift. De Heilige Geest is een gave. It is a gift. Het is een gave. For you and for me. Voor jou en voor mij. In Jesus' name. In Jezus' naam. You know, I heard a woman talk to me once. En er was dus een vrouw die zei tegen me. I think I remember the conversation. Ik herinner mij het gesprek nog. I think her words were something like this. Het lijkt een beetje op dit. She said, oh, you know, for my anointing. Voor mijn salving. It's cost me a lot. Heeft me heel wat gekost. My anointing has cost me. Mijn salving heeft me wat gekost. Thank goodness. En ik dacht, if that precious lady had read the Bible, als die dame nou de Bijbel had gelezen, she could have saved herself a lot of money. Had ze zichzelf een hoop geld kunnen besparen. Because the Holy Spirit is a gift. Want de Heilige Geest is een gave. Isn't that wonderful? Is het niet fantastisch? The Holy Spirit is a gift. Het is een gave, het is een cadeau. That God will pour out on all flesh. Dat God gaat uitstorten op alle vlees. And you shall receive power. En je zult kracht ontvangen. When the gift of the Holy Spirit. Als de gave van de Heilige Geest. Has come upon you. Op je gekomen is. And you shall be witnesses. En je zult getuigen zijn. In Jesus' name. In Jezus' naam. Now of course, just before this verse, Jesus mentions the baptism of John. Maar juist voor dit vers noemt Jezus ook de doop van Johannes. Jesus was about to baptize in the Holy Spirit. Jezus was van plan in de Heilige Geest te dopen. He mentions John who baptized in water. Maar hij herinnerde de mensen aan Johannes die doopt in water. I want to just mention this quickly. En ik wil het even snel noemen. You see, when John baptized somebody in water, this is what happened. Als Johannes iemand in water doopte, dan gebeurde als dit als volgt. He would take the person who is going to be baptized in water. Hij nam de persoon die zou worden gedoopt in water. He would lead them to the River Jordan. En dan zou ze naar de Jordaan leiden. Maybe around two, I don't know, waist deep, let's say. Zo'n beetje tot hun middel. And then he would baptize them in the water. En dan doopte hij ze. They would get very wet. Ze werden heel nat. As some of you may have done today. En misschien sommigen van u hebben dat tegenwoordig ook nog gedaan. He would take that person out of the water. Hij zou de persoon weer uit het water halen. And that person would go on their way. En dan zou de persoon verder gaan. Now here's the point. En dit is het punt. Apart from a few wet drops here and there. In plaats van een paar druppels water hier en daar. The water from the river stayed in the river.
Het water van de rivier bleef in de rivier. And the person went away from the river, leaving it there. En de persoon die uit de rivier kwam, die liet het water daar. That's what happened. Dat is wat gebeurde. Soon the person would dry out. En de persoon zou weer opdrogen. And the river would stay where the river is. En de rivier zou blijven zoals die was. This is what happens when Jesus baptizes you in the Holy Spirit. Maar dit gebeurt als Jezus doopt met de Heilige Geest. He takes you, let's say, into the river of the Holy Spirit. Hij neemt je als het ware mee in de rivier van de Heilige Geest. He takes you, let's say, up to waist deep. Hij wil je meenemen tot ongeveer je middel. He baptizes you, takes you under into the Holy Spirit. Hij doopt je als het ware in de Heilige Geest. Now all of a sudden something different happens. En dan iets anders gaat gebeuren. Suddenly the Holy Spirit. Plotseling. Doesn't stay outside of the person. Blijft de Heilige Geest blijft niet buiten de persoon. The Holy Spirit comes into the person. De Heilige Geest komt in de persoon. And fills them from the top of their head. En vult hen met van de top van hun hoofd. To the bottom of their feet. Voetzool. So that they are overflowing with the Holy Spirit. Zodat ze mogen overlopen van de Heilige Geest. And then the person comes out of the river of the Holy Spirit. En dan komt de persoon uit de rivier van de Heilige Geest. And they go their way. En ze gaan verder. But there's something different. Maar er is iets gebeurd. No longer is the Holy Spirit just in the river of the Holy Spirit. Niet langer is de Heilige Geest in de rivier van de Heilige Geest. The Holy Spirit is now in the person who has been baptized. De Heilige Geest is in de persoon die gedoopt is. Now all of a sudden. En dan plotseling. Everywhere the person goes. Overal waar de persoon gaat. The Holy Spirit goes. Gaat de Heilige Geest ook. If a person turns left. Als de persoon links gaat. The Holy Spirit goes left. Gaat de Heilige Geest links. If the person turns right. Persoon rechtsaf gaat. The Holy Spirit turns right. Gaat de Heilige Geest rechts. Because they have been baptized in the Holy Spirit. Omdat je gedoopt bent in de Heilige Geest. The Holy Spirit is in them. Het is in ons. And they are in the Holy Spirit. En wij zijn in de Heilige Geest. Hallelujah. And let me tell you something else. Laat me nog iets anders vertellen. The Holy Spirit never runs dry in you. En de Heilige Geest kan nooit droog worden in you. You see, I think it's quite easy for us to think about the Holy Spirit like a petrol station. Het lijkt een beetje op de Heilige Geest vergelijken met een benzinestation. And we fill up our tanks with the petrol of the Holy Spirit. En we stoppen ons tank vol met de benzine van de Heilige Geest. And then we drive around on our day-to-day job. En dan rijden we een beetje rond voor onze dagelijkse But soon we begin to run dry. Maar plotseling beginnen we droog te lopen. So we have to stagger back to the petrol station to refill. We moeten weer terug naar het benzinestation. I think that can be our picture of the Holy Spirit. Dat is een beetje het beeld van de Heilige Geest. But I believe the Bible paints a different picture. Maar ik geloof dat de Bijbel iets anders zegt. I don't believe the Bible points us to the Holy Spirit being like a petrol station. Ik geloof nooit dat de Bijbel de Heilige Geest vergelijkt met een benzinestation. Oh hallelujah, I believe. Ik geloof. The Bible points to the Holy Spirit being a mighty river that flows from within us. De Bijbel wijst aan dat de Heilige Geest een rivier is. Hallelujah. Amen. Amen. I think that deserves a little bit more getting excited about. Dit is iets waar we echt best opgewonden van mogen zijn. You see, it doesn't matter how you feel on a Monday morning. Maakt niet uit hoe je voelt op maandagochtend. The Holy Spirit is constant. De Heilige Geest is constant. The power of the Holy Spirit is constant in your life. De kracht van de Heilige Geest is constant in je leven. And Jesus said that out of our hearts rivers will flow. En uit ons binnenste rivieren zullen stromen. I tell you, I don't believe that they're light streams. I believe they're mighty rivers. En ik geloof niet in kleine druppeltjes, maar echt in grote rivieren. Oh, when we receive the Holy Spirit. Als we de Heilige Geest ontvangen. We never need to have a worry about another day without the Holy Spirit. We ons nooit meer zorgen te maken over een dag zonder de Heilige Geest. Because he will never leave you. Hij zal je nooit verlaten. He will never forsake you. Hij zal je niet teleurstellen. He will be consistently consistent. Hij zal er altijd zijn. The rivers of the Holy Spirit will flow mightily from you in Jesus' name. De rivieren van de Heilige Geest zullen machtig uit uw binnenste vloeien. In Jesus' name. In Jezus' naam. Isn't that wonderful? Dat fantastisch. You know the Holy Spirit doesn't get frightened off. De Heilige Geest is nergens bang voor. He is consistent. Hij is bestendig. He is powerful. Hij is krachtig. In Jesus' name. In Jezus. Can you say amen? Amen. Isn't that wonderful? Are you getting this tonight? Krijg je dit mee? Wonderful. Now, I just got a couple of more points. I'll be as short as I can. Ik zal snel zijn. You see, when we receive the Holy Spirit. Als we de Heilige Geest ontvangen. There are many things, many gifts he brings with him. Dan geeft hij vele gaven. But I want to focus tonight on just two things the Holy Spirit will bring into your life. Ik wil eigenlijk nu focussen op twee dingen die de Heilige Geest in je leven brengt. Just two things.
Twee dingen. The first one, we've read about it already. Over het eerste hebben we al gelezen. Jesus said that you shall receive power when you receive the Holy Spirit. Het eerste is, je zult kracht ontvangen als je de Heilige Geest ontvangt. I tell you, if we look around Europe and we see powerless churches. Als we nou naar Europa kijken en we zien krachteloze gemeentes. The answer isn't a bigger worship band. Het antwoord is niet een grotere aanbiddings. The answer isn't to rearrange the seating. En het is niet een ander gebouw of andere stoelen. If we have powerless churches. Als we krachteloze kerken hebben. And powerless Christians. En krachteloze christenen. There is one answer. Er is één reden voor. And that is the Holy Spirit. Dat is de Heilige Geest. Because when you receive the Holy Spirit. Want als je de Heilige Geest ontvangt. Jesus said that you shall receive the power. Dan heb je kracht ontvangen. You cannot have the Holy Spirit and not the power. Je kunt niet de Heilige Geest hebben en niet de kracht. They come as one package. Het komt ineens. And when we receive the Holy Spirit, en als we de Heilige Geest ontvangen, we become powerhouses for God. Dan zijn we een krachthuis voor God. In Jesus' name. Jezus. Hallelujah. Now, there's a Greek word that's linked to this word power. En er is een Grieks woord wat gelinkt is aan dit woord kracht. I won't pronounce it because my Greek isn't particularly good. Ik zal het niet uitspreken want mijn Grieks is niet zo goed. But the Greek word is where we get the English word dynamite from. It is waar we in het Engels het woord dynamite van hebben. You know what dynamite is? Je weet wat dynamiet is? You know, I don't know if you've seen these programs on TV. Je ziet soms van die programma's op tv. They can take a massive building. Ze kunnen een heel groot gebouw. That's maybe stood there for years and years. Wat er jaren en jaren heeft gestaan. And they come along with these small sticks of explosives. Small sticks of dynamite. Ze komen met kleine staafjes dynamiet met die explosieven. And they put these sticks of dynamite at strategic places. In the building. En ze stoppen deze explosieven op strategische plekken in het gebouw. Now these sticks of dynamite seem very small and insignificant compared to the big building. De staafjes explosieven die zien er eigenlijk maar heel onbeduidend uit. But I tell you, when the moment comes. Maar als het moment is. For the person to press the red button. Voor de persoon om op de knop te duwen. Suddenly those small sticks of dynamite. Dan gaan die kleine explosieven uit dynamiet. Spring into action. In één keer in actie komen. And the building comes down. En het gebouw komt naar beneden. Friends, I tell you, we are to be dynamite for Jesus. En wij moeten dynamiet zijn voor Jezus. Oh, we may be look quite small and insignificant. En we lijken eigenlijk misschien wel wat klein en onbelangrijk. Europe may think the church is quite small and insignificant. En je denkt misschien de kerk is klein en niet belangrijk. But I tell you, when we start moving in the power, the dynamite power of the Holy Spirit. Als we gaan bewegen in de dynamietkracht van de Heilige Geest. Then Satan's kingdom will come crumbling down in Jesus' name. Satan's koninkrijk naar beneden. The strongholds of sickness will be broken in the name of Jesus. De bolwerken van ziekte zullen worden verbroken in Jezus. Hallelujah. Because we have the dynamite power of the Holy Spirit on the inside of us. Omdat de dynamiet kracht van de Heilige Geest in ons binnenste hebben. That's when impossibilities become possibilities. Dat is waar onmogelijkheden mogelijkheden worden. Because of the power of the Holy Spirit. Door de kracht van de Heilige Geest. Say amen. Amen. Hallelujah. One more thing that the Holy Spirit brings. Nog één ding wat de Heilige Geest brengt. You know, John said that Jesus was baptized in the Holy Spirit and fire. Johannes zegt, Jezus zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. You know, and on the day of Pentecost, we've already read it about the tongues of fire that fell from heaven. En we zagen met Pinkster dat de vlammen, de tongen van vuur op de mensen vielen. And everyone was touched. En iedereen werd aangeraakt. With the fire of God. Met het vuur van God. Friends, I tell you, we are to be hot for Jesus. En we moeten heet zijn voor Jezus. Christianity is not a cold religion. Christen zijn is geen koude religie. We are to be on fire for Jesus. We moeten vol vuur zijn voor Jezus. We are to burn for Jesus. We moeten krachtig zijn voor Jezus. Europe needs to see a church that burns for Jesus. We moeten een kerk zien. Europe needs to see a church that burns for Jesus. Europa moet een kerk zien die brandt voor Jezus. Hallelujah. And that fire comes. Als het vuur komt. From the Holy Spirit. Van de Heilige Geest. From the Holy Spirit. Van de Heilige Geest. Are you hot for Jesus? Ben je heet voor Jezus? We need to be hot for Jesus. We moeten heet zijn. We need to burn for Jesus. We moeten branden voor Jezus. You know, let me just use this illustration. Laat ik deze illustratie gebruiken. Now I'm a very young man. Ik ben nog een jonge man. Some people are laughing. Sommige mensen lachen. I don't got great hair, but I'm still in my 30s.
Ik heb al grijs haar, maar ik ben nog in mijn 30. So I don't remember the days when people traveled a lot by steam trains. Ik kan de dagen niet herinneren dat mensen gingen met stoomtreinen. But I know what a steam train is. Maar ik weet wel wat een stoomtrein is. Does anyone here know what a steam train is? Weet iemand wat een stoomtrein is? Wonderful. You are very clever people here in Holland. We zijn erg slim hier in Nederland. A steam train is a marvelous machine. Een stoomtrein is een prachtige machine. And you probably know how it works. You have a tank of water. Ja, misschien weet je hoe het werkt. Je hebt een tank water. And then in the belly of this steam train. En in de buik van deze trein. There is a fire, a very hot fire. Daar is een vuur wat brandt. Now that fire is very important. En dat vuur is erg belangrijk. Because what it does is the fire heats the water that produces steam. En het vuur dat warmt het water op en dat produceert stoom. And when that steam is released, it moves the train forward. It gets it moving. En als de stoom wordt losgelaten, dan gaat de trein bewegen. Now if that fire was not in the belly of that steam train, en als dat vuur niet in de buik was van die trein, not much would happen. Zou er niet veel gebeuren. The train would look very nice. Dan zou de trein er net zo mooi uitzien. But not much would happen. Maar hij zou niet bewegen. But when you light the fire, maar als je het vuurtje opstookt, all of a sudden. Plotseling. The steam train begins to move. Gaat de stoomtrein in beweging komen. You see that fire isn't there to keep the driver warm. Dat vuurtje is niet aangestoken om de chauffeur warm te maken. The fire is there to get the train moving. Dat vuur is daar om de trein in beweging te krijgen. I tell you, the fire of the Holy Spirit. En ik vertel je, het vuur van de Heilige Geest. Is not given to keep us Christians warm on a Sunday morning. Is niet voor ons een beetje warm te houden op een zondagochtend. No. That's not what the fire of the Holy Spirit. Daar is het vuur van de Heilige Geest dus niet voor. I believe the fire of the Holy Spirit is given to fire us up. En het vuur van de Heilige Geest is om ons aan te vuren. And to get us moving. Om ons in beweging te zetten. And to get us going for Jesus. Om ons te laten gaan voor Jezus. But when you have the fire of God. En als je het vuur van God hebt. That comes from the Holy Spirit. Dat van de Heilige Geest komt. Church, no longer will we be able to stand still in this continent. Dan zal de kerk niet meer blijven stilstaan op dit continent. But we will have to get moving for Jesus. Maar we moeten wel in beweging komen voor Jezus. We will have to go for Jesus. We moeten ervoor gaan. And preach the gospel. En het evangelie preken. And heal the sick. En de zieken genezen. And raise the dead. En de doden opwekken. Because the fire is driving us. Omdat het vuur van Gods geest ons aanvoert. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. I want to say something more about fire in a little bit, but I've just got one more quick point. En ik heb nog één punt, maar ik wil nog iets zeggen over het vuur. And then I want to pray for some people. En dan wil ik graag bidden voor een paar mensen. You see, all this talk about the Holy Spirit is wonderful. Al het gepraat over de Heilige Geest is prachtig. But really, what is the Holy Spirit? What is it given for? What is it given to us? Waarom is de Heilige Geest aan ons gegeven? This wonderful gift that God has given us. Deze gave die God ons heeft gegeven. You see, if I gave my friend here a wonderful gift. Als ik mijn vriend hier een fantastisch cadeau geef. An expensive gift. Een heel duur cadeau. He should be asking, well, what have you given it me for? What do you want me to do with it? Dan vraagt hij zich af, waarom heb je me dat cadeau gegeven? What has God given us the Holy Spirit for? Waarom heeft God ons de Heilige Geest gegeven? What is the primary aim that God has given us the Holy Spirit for? Het primaire doel waarom hij ons de Heilige Geest gegeven heeft. If we look in Acts chapter 1, verse 8, Jesus gives us the answer. En als je kijkt in Handelingen 1. Dan Jezus geeft ons daar het antwoord. Jesus says, you shall receive power. Zult kracht ontvangen. When the Holy Spirit comes upon you. Als de Heilige Geest op je komt. And then he tells us the reason. En dan geeft hij de reden. So that you shall be witnesses. Zodat je getuigen zult zijn. In Jerusalem. In Jerusalem. In Judea. In Judea. In Samaria. In Samaria. And to the ends of the earth. En naar de uiterste der aarde. And who knows at the ends of the earth? En wie weet van de uiterste der aarde. Includes Holland. Daar zit ook Nederland bij. It includes Great Britain. Is Groot-Brittannië hoort daarbij. It includes the whole of Europe. Het heel Europa hoort daarbij. When you receive the power of the Holy Spirit. Als je de Heilige Geest ontvangt, de kracht. We are given the power of the Holy Spirit. We hebben die kracht ontvangen. Not for entertainment on Sundays. Niet voor ons eigen pleziertje op zondag. We are given the power of the Holy Spirit so that we can be witnesses for Jesus. Dat we getuigen kunnen zijn. So that we can go into the highways and the byways. Dat we kunnen gaan naar de heggen en de steggen en de wegen. So that we can do what Jesus commanded us to do. Dat we kunnen doen wat Jezus ons gezegd heeft te doen. You know the Great Commission. De grote opdracht. Jesus told us to go and preach the gospel. Jezus heeft ons gezegd. Het He told us to heal the sick. Hij heeft gezegd, genees de zieken. To cleanse lepers. De melaatse te reinigen. To cast out demons. Om de duivels uit te drijven. God wants to see that happen in Holland. Hij wil dat
in Nederland. And he gives us the Holy Spirit to get us going in Jesus' name. En hij heeft ons de Heilige Geest gegeven om te gaan. Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah! Come on, I know it's a Friday night church, but come on! Hallelujah! Hallelujah. Yes, amen. 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 Amen! 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 Let us burn for Jesus! Amen. Let us burn for Jesus! Amen. Let us burn for Jesus! So that we can be witnesses! Zodat we getuigen kunnen zijn. To a lost and dying world! Voor een stervende wereld. Holland, verloren wereld. Holland needs the church. En Nederland heeft de kerk nodig. They might not know it, but they need the church. Misschien weten ze het nog niet, maar ze hebben because de kerk nodig. Because the church has the gospel. Omdat de kerk het evangelie heeft. Holland needs the gospel. En Nederland heeft het evangelie nodig. You shall receive power when you receive the Holy Spirit. Als we de Heilige Geest ontvangen. And you shall be witnesses. En we zullen getuigen zijn. Witnesses. Getuigen. Witnesses for Jesus. Hallelujah. Amen. I want to finish with this. Ik wil hiermee eindigen. Friends, I want you just now to get your focus upon Jesus. Ik wil nou dat u zich richt op Jezus. Because you know, I think perhaps one of the problems in the church, if I can put it that way. Ik wil eigenlijk zeggen van een van de problemen in de kerk is. Sometimes we suffer from fear and inferiority. Soms dan lijden we aan angst of minderwaardigheidsgevoelens. The devil is very good at getting you and me to look at our weaknesses and our shortcomings. Het is erg goed om ons te laten kijken naar onze zwakheden. The devil was very good at that. Hij is er zo goed in. But I'll tell you this about Isaiah. Maar ik zeg je één ding over Isaiah. There was a day when Isaiah caught a vision of the Lord. Er was een tijd dat Isaiah een visioen kreeg van God. He saw the Lord in all his glory. Hij zag de Heer in al zijn heerlijkheid. Do you know what happened next? Gebeurde. Suddenly Isaiah put his eyes on his own weaknesses. Keek Isaiah naar zijn eigen zwakheid. And he saw his own sin. En hij zag zijn eigen zonde. And he said, woe is me. Wee mij, zei hij. For I have unclean lips. Want ik heb onreine lippen. He got focused on his own weaknesses. Hij keek naar zijn eigen zwakheid. But then something happened. Maar toen gebeurde er iets. The seraphim took a live coal from the altar. Er kwam een seraphim en die pakte een stuk kool van het altaar. When I picture that live coal. En als ik kijk naar dat stukje kool. I don't imagine it to be a lukewarm. Ik denk niet dat het stukje kool een beetje lauw was. I don't imagine it to be slightly warm. Ik denk ook niet dat het stukje kool een beetje warm was. I imagine that coal that the seraph took. En ik geloof dat dat stukje kool wat die seraphim nam was burning hot. Het was hartstikke heet en brandend. And the seraphim took that coal and he touched Isaiah. En met het stukje kool raakte hij de lippen van Jesaja. In a way Isaiah got a touch from the fire of God. En op die manier ontving Jesaja een aanraking van God met zijn vuur. And this is the way I see it. All of a sudden. En plotseling. After Isaiah got a touch from that burning coal. Nadat hij brandende kool op zijn lippen was geweest. He suddenly lost sight of his weaknesses. Keek hij niet meer naar zijn zwakheid. He suddenly lost sight of his sin. Hij keek niet meer naar zijn zonde. And he suddenly looks up. Hij keek naar boven. And he hears these words. En hij hoort deze woorden. Who will go for us? Wie wil voor mij gaan? And who shall I send? Who shall we send? Wie zal ik zenden? No longer do we hear Isaiah talking about his sin and weakness. Niet meer keek Jesaja naar zijn zwakheid en zijn zonde. After the touch. Na die aanraking. From the fire of God. Van de vuur van God. He says, here am I, my Lord. Here am I. Toen zei hij van, hier ben ik, Heer. Send me. Send mij. Send me. Send mij. Send me. Send mij. You see, friends, we may have many weaknesses. We've already mentioned that. Mensen, we zullen heel veel zwakheden hebben. We hebben al vele genoemd. Friends, I tell you tonight. Ik vertel je vanavond. The fire of God will touch you. Het vuur van God zal u aanraken. And you'll realize what God has placed inside of you. En je zult je realiseren wat God in jou geplaatst heeft. You will lose sight of those weaknesses. Je zult niet meer kijken naar je eigen zwakheid. And you will stand up and say, maar je zult zeggen en opstaan. Here am I, my Lord. Hier ben ik, Heer. Send me. Send mij. Send me. Send mij. Here am I, my Lord. Ik ben hier, Heer. Send me. Send mij. In Jesus' name. In Jezus' naam. Hallelujah. Can we stand to our feet in the presence of God right now? Kunnen we opstaan in de aanwezigheid van God op dit moment? Let's just focus our eyes upon Jesus. Laten we ons oog gericht houden op Jesus. Let's just begin to worship Jesus. Laten we hem aanbidden in deze plaats. Hallelujah. Jesus, we thank you.
Jezus, we danken u. We thank you. We danken u. We thank you for the Holy Spirit. We danken u voor de Heilige Geest. We thank you for the Holy Spirit. We danken u voor de Heilige Geest. We thank you for the Holy Spirit. Father, we thank you. Vader, we danken u. That you promise us. Dat u ons beloofd heeft. That we shall receive power. Dat we kracht zullen ontvangen. When we receive the Holy Spirit. Als we de Heilige Geest ontvangen. And we shall be witnesses for you. En dat we getuigen voor u zullen zijn. Thank you that your Holy Spirit empowers us. Dank u dat uw Geest ons bekrachtigt. To do the things that we cannot do on our own. Om de dingen te doen die wij zelf niet kunnen. To be the people we cannot be on our own. Om de mensen te zijn die we niet kunnen zijn uit onszelf. And to go for you. Maar om voor u te gaan. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. I wanna...